aanwezig. Die ga ik zo meteen nog naar voren roepen om zijn burgemeesterswens voor de volgende stad te overhandigen. Maar tot die tijd, over een minuut of twee heb ik net gehoord dat de sporters deze kant op zouden komen. En ik weet niet, zijn ze al in beeld? Er zijn al sporters in beeld. En wie zijn dat dan? Philippe Roo, Marianne van der Steekse plat. Ja, dat zijn we allemaal makkelijk, wat u misschien zegt. Ik weet niet precies wie dat zijn. Maar dan gaan ze zo meteen zelf ook uitleggen wie dat zijn. Want Jetse Plat die is heel erg bekend van het handbiken. Maar laten we eens even kijken, ze zijn al in beeld, hè? Hoe ver zijn ze nog wel weg? Ik zal even kijken hoor, of er daar iets is. Ja, wat ze ook doen, ze zijn een tijdje onderweg, ze zijn begonnen in Madurodam. Een etappe gehad, richting Noordwijk. Toen naar IJmuiden, Castricumaan Zee, Sint Maartenszee, Den Helder, Hoorn, Monnikendam en nu komen ze uit Amsterdam-Uiden. En als je ziet hoe ze hier komen, lopen en op de handbike, dat is een behoorlijke prestatie. Er zijn ze al in beeld, want ik heb het gevoel. Ja, zo is het weer beter. Ik moest even de batterij door de microfoon wisselen. Hoe ver staan we met de sporters? Nog 1 minuut. Ik zou het op zich wel leuk vinden als we dan met z'n allen ook een klein beetje kunnen gaan aftellen. Als we de laatste meters hebben. En ik heb hier ook aanwezig Peter Heers van de expeditie. Peter, kan jij mij vertellen waarom is het nou zo belangrijk, de expeditie geluk? Het is heel belangrijk omdat er 400.000 kinderen zijn die ons gehoord zijn nodig hebben. Armoede in Nederland,